Reageert de ECB te traag op de oplopende inflatie? Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Bas van der Hout, econoom en journalist bij De Tijd. En we gaan het vandaag hebben over inflatie. Nou, daar heb ik zin in, vind ik altijd leuk. Als je ook zin hebt, doe even een duimpje omhoog. Want zojuist zijn het is vandaag woensdag en de inflatiecijfers zijn zojuist binnengekomen voor Europa. En nou, die zijn toch behoorlijk hoog. Kijk maar even de volgende grafiek. 5,1% in januari. En dat terwijl economen toch juist hadden verwacht dat die zou terugzakken, die inflatie, naar 4,4%. Dus de inflatie blijft hoog. Nou, morgen gaat het de ECB over de rente. Maar tot nu toe heeft de ECB gezegd dat het niet verwacht dat dit jaar de rente gaat verhogen. Ik heb twee economen gesproken die daar het behoorlijk niet mee eens zijn. Ga ik zo meteen meer over vertellen. Eerst wil ik even zeggen, als je laatste nieuws wil horen over economie, over de beurs of over tech of crypto, abonneer dan op mijn YouTube kanaal Boeber en Bas, druk op de bel. Dan krijg je een update zodra een nieuwe vlog online komt. Ja, dus ik heb twee economen gesproken die toch behoorlijke kritiek uiten op de ECB. Eén daarvan is Lex Hoogduin. Hij is hoogleraar economie aan de Universiteit in Groningen. En hij zegt het monetaire beleid is veel te ruim. Hij verwijst erbij naar de forse stimulus van de overheden en de centrale banken. En hij zegt, ja, de rente is nu eigenlijk veel te laag in verhouding tot de hoge inflatie die er is. Nou, daarnaast maakt Hoogduin zich zorgen over de stevige groei van de geldhoeveelheid. Kijk maar even op de volgende grafiek, daar zie je de M3 geldhoeveelheid. En daar zie je dat sinds de pandemie, begon in maart 2020, dat die geldhoeveelheid toch behoorlijk is gestegen. En hij zegt van ja, de ECB die heeft het daar eigenlijk niet over. En hij zegt van ja, ook als je naar de geldhoeveelheid kijkt, dan is die rente eigenlijk te laag. En hij zegt, de ECB die zit op dit moment ver van het niveau waarop het kan remmen voor een hogere inflatie. Nou, een andere econoom die ik sprak was Johan van Overtveld. Hij is voormalig minister van Financiën. En ook hij maakt zich zorgen over het ruime geldbeleid. En hij zegt, we zien bijvoorbeeld dat de omloopsnelheid van het geld, dat is de snelheid waarmee geld van hand tot hand wisselt. We zien die zagen we de afgelopen jaren dalen, maar die daling is nu gestopt. En hij zegt, ja, als die weer gaat stijgen, zeker in combinatie met die grote geldhoeveelheid die er is, kan dat leiden tot hogere inflatie. En hij zegt, door nu niet te reageren, voedt de ECB hogere inflatieverwachtingen. Nou, en die hogere inflatieverwachtingen die kunnen dan weer zorgen voor een self-fulfilling prophecy, waardoor we ook echt hogere inflatie krijgen. En daarmee bedoelt hij dat als mensen hogere inflatie verwachten, dan gaan ze bijvoorbeeld hogere lonen eisen. En die hogere loonkosten moeten dan weer verwerkt worden in de prijs van een product. En dan gaan de prijzen weer omhoog. Oké, dit was het weer. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken. En als je dat hebt gedaan, deel het dan alsjeblieft met je familie en vrienden. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!